Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is alweer een tijdje geleden. Ik moet wel zeggen, ik heb wel gevlogd, maar het was eigenlijk gewoon te weinig om steeds een video van te maken. Maar ik beloof jullie, deze komt echt online. Ik ga deze week gewoon weer lekker filmen. En dan zien jullie hem vanzelf wel verschijnen op YouTube. Ik ga nu eventjes een paar dingen doen, want ik heb de laatste tijd vrij rustig, moet ik zeggen. Maar toch kom ik niet echt tot dingen. Het is nu 7:30, dus ik wil eigenlijk tot 8:30 nog heel even een paar dingen doen. Zoals mijn bed verschonen, de planten even water geven. Want dat is echt nodig, want ik zie bij verschillende planten dat ze een beetje de blaadjes laten hangen. En dat vind ik echt hartstikke jammer, want ik was echt lekker bezig om ze goed te verzorgen. Dus ik ga dat nu echt even weer oppakken. En dan ga ik me lekker de pyjama aandoen en dan ga ik lekker weer op de bank zitten. Dus die dingen ga ik even doen en ik neem jullie deze week gewoon weer lekker mee. Ik sta hier in mijn klerenkast, zoals je kan zien. En ik wil heel graag mijn klerenkast gaan opruimen, want ik heb best wel veel kleren en schoenen, maar heel veel dingen zijn kapot of doe ik niet meer aan of wat dan ook. Vind ik niet meer leuk, noem het maar op. Dus ik dacht, het is wel tijd om een keer mijn klerenkast te gaan opruimen. En de kleren die ik dus niet meer leuk vind, maar die dus wel nog gewoon goed zijn, die wil ik gaan verkopen via Vinted. En de dingen die gewoon niet meer goed zijn, gooi ik natuurlijk weg. En de andere dingen, die leg ik natuurlijk weer terug in mijn kast. Alleen vandaag heb ik nog maar 20 minuten. Voor de rest van de dag heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan. Maar nu heb ik het nog maar 20 minuten, dus ik heb niet heel erg veel tijd. Maar ik wil toch nog wel even gauw een begin maken. Dus, let's go! Het is vandaag dinsdag, dus weer een nieuwe dag. En ik, zoals je kan horen en misschien ook een beetje kan zien, kom ik eigenlijk net pas mijn bed uitgerold. En wat jullie nog niet weten, is dat ik dus eigenlijk op een nieuwe sportschool gestart ben. Ik doe wel ook nog altijd klimmen, maar ik doe nu dus ook bootcampen erbij. En dat doe ik 3 keer in de week. Vind ik super leuk, krijg ik echt super veel energie van en ik vind het echt heel erg leuk. Dat doe ik nu 3 weken zoiets, waarvan 1 week... ik echt vol de 3e keer ben geweest. De week daarvoor, toen kon ik nog niet alle dagen. Maar dat doe ik dus normaal op de dinsdag, donderdag en zaterdag. Maar nu, vanavond, kan ik niet. Want ik heb open avond op de kunstacademie. Dus daar ga ik naartoe. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er al een keertje bezig kijken. Maar nu ga ik er toch weer met een ander idee. Want ik heb me ervoor ingeschreven. Dus ik wil toch nog even een keertje daar naartoe om te gaan kijken. Dus vanavond kan ik niet naar de bootcamp. En zoals je kan zien zit ik wel in mijn sportkleren. Dus ik ga vandaag thuis een workout doen. Heb ik zondag ook gedaan samen met mijn moeder. Want afgelopen zaterdag was er geen training. Dat is mijn boterham. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet heel erg leuk vind om thuis te doen. Ik vind het veel leuker om er naartoe te gaan en het met een groep samen te doen. Maar ik moet wel zeggen dat het me wel weer motiveert. Want ik merk wel met hele kleine stappen dat het toch een klein beetje beter gaat. Of dat mijn houding iets beter is tijdens de oefening. Dus het motiveert me dan wel om het dan nu thuis ook gewoon te doen. En dat het hopelijk allemaal nog sneller beter gaat. En dat ik verschil ga zien.
Dus ja, dus ik ga jullie voor wat eten en dan ga ik beginnen en ik neem jullie gezellig mee. Kamer. En het is ja, echt altijd super koud. Het is hier maar 12 graden. Dus als ik hier zit, dan heb ik een deken op. En ik zet het kacheltje wat ik onder mijn bureau heb staan, zet ik altijd aan. Want anders is het echt niet te doen. Ik kan natuurlijk ook gewoon onderwerken. Maar op zich vind ik het wel een hele fijne ruimte om lekker mijn ding te doen. En ik heb jullie volgens mij verteld dat ik me... Dan weet ik het eigenlijk niet zeker. Maar voor de zekerheid vertel ik het even nog een keer. Ik heb me aangemeld voor een nieuwe opleiding voor de docent beeldende kunst en vormgeving. Deze is op de Kunstacademie in Maastricht en ik heb me daar ook voor aangemeld. En het is echt een superleuke opleiding, want ik ben naar de eerste open dag geweest en gisteravond was er ook een open dag, ben ik ook naartoe gegaan. En het spreekt me echt gewoon enorm aan, los van het lesgeven, want dat lijkt me gewoon superleuk, spreekt me op de opleiding ook heel erg aan dat je ook jezelf meer gaat ontwikkelen op meer vlakken, meer technieken. Je gaat weer met andere materialen werken. Dus ja, superleuk. En ik zit dus in de eerste toelatingsronde. Want ja, dat is wel bij deze opleiding. Ik hoorde gisteren dat er vorig jaar 90 aanmeldingen waren. En er kunnen 25 tot 30 studenten terecht. Dus ja, ik vond het best wel een beetje spannend toen ik dat hoorde. Ik denk, oh, het is toch wel iets meer een ding dan dat ik eigenlijk had verwacht. Maar goed, dat is niet erg. Maar we moeten dus voor de toelating een motivatiebrief schrijven of maken. En een portfolio. Dus op zich zijn het wel leuke opdrachten. Alleen vind ik het wel een beetje lastig waar ik moet beginnen. Maar ik ben dus vandaag begonnen aan een motivatiebrief. Die is klaar. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. En zoals jullie kunnen zien sta ik weer in mijn atelier. Want ik heb een bestelling op voor deze week. We gaan namelijk een boeket maken met droogbloemen en zijdebloemen. Goedenavond allemaal. Ik zag dus, ik heb de laatste tijd echt heel erg veel filmpjes wat voorbij komen via Instagram en TikTok en Facebook en noem het allemaal maar op. Met mensen die dan zo'n schilderijtje hebben en er dan of verf overheen gooien en dan zo bewegen en dan komen er super mooie vormen uit. Nou, en het begon echt heel wat te kriebelen en ik wilde het ook heel graag gaan proberen. Dus ik heb al een klein beetje voorbereiding gedaan. Ik heb allemaal verschillende kleuren verf. Gemengd acrylverf, gemengd met water, zodat het vloeibaarder wordt. En ik ga jullie vandaag meenemen in het proces. Ik denk dat het echt één knoeibol gaat worden, maar toch wil ik het even graag uitproberen. Weer het einde van deze vlog. Eindelijk weer eigenlijk dat er eentje online staat. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk even een duimpje omhoog te doen. En dan zien we elkaar de volgende week weer. Doei!